Be careful. Ja. Als ik val, ik neem jou mee. Konding. We hebben dus poepkoffie op. Wie valt er weer in een rijstveld? Het is echt in the middle of nowhere. We hebben geen water, geen eten. Overal waar wij zijn, zijn mensen dat aan het eten en het stinkt. 2, 1. Enjoy the moment. Luister naar je lichaam. Wees lief voor jezelf en geniet. That's it. That's all you need to do. Good morning, guys. Het ontbijt staat al gelijk op bed. Godsamme. Maar kun je die wekker niet gewoon uitzetten? We zijn hier gisteren aangekomen. En we hebben echt een super schattig huisje voor onszelf. We hebben dus echt mega fluffy pancakes gekregen. Met een juice. Ik heb ananassap. En we hebben daarnaast dus wat fruit. Papaya, meloen en watermeloen. Welkom weer bij een nieuwe video en leuk dat je weer kijkt. Om 9 uur gaan wij weg. En dan gaan wij Ubud verkennen. We zijn hier 1 volle dag. Morgen gaan we weer weg. En dat is omdat wij morgen dus naar een super mooie villa gaan. Midden in de rijstvelden. Het is echt zo vet. En daarvoor dachten we van nou laten we even een plekje dichtbij pakken. Dus ja, Ubud was het beste. Dus we zitten hier nu en we gaan vanmiddag gelijk even lekker de omgeving verkennen. Watervallen zien. Je hebt hier ook monkey forest, maar daar gaan we volgens mij niet heen, hè? Oké, ik heb mijn koffer altijd netjes dicht. Voor alle beesten, want ik wil dat er echt niks in kruipt. En dan hier aan de achterkant van het bed hebben we dus een super mooie kast. Met luxe badjassen. Nou, we kunnen onszelf lekker helemaal voorzien van alles. En heb je hier de badkamer. Ik ben helemaal niet wakker. Nou, dit is de wc. Maar kijk, dit is gewoon buiten. En dan heb je gewoon een prachtige douche hier staan met een badkuip. Ik ga me even klaarmaken. Oh, ik val altijd om als ik moet grapen. We worden zo meteen opgehaald. Ik ben klaar in 3, 2, 1. Thank you. Ja. Yeah. Sorry. We zijn nu bij de eerste stop. En dit is trouwens mijn outfit. Ik heb een bikini aan en een bijpassend pakje van Sam Friday. Wij zijn nu bij deze rijstvelden. In het echt ziet dit er zo mooi uit. Vandaag hangen wij officieel 2 echte toeristen uit. Zeker. Maar dit is dus de eerste plek waar we nu zijn. En we gaan in totaal naar 4 leuke locaties hier in Ubud. Kijk hoor, 2 watervals. In rijstveld is deze. En wat was de vierde nou? Een dorpje zei je. Dus het wordt echt een leuke toeristische dag. Doe 1 keer dit ook. Dan kun je dit ook zo tjak tjak tjak. In de bushbush, wat doe je nou allemaal? Oh nee. Wie valt er weer in een rijstveld? Mijn voet stinkt. Zit hier beesten in? Tuurlijk zitten daar beesten in, hallo. Waar gaan we dan? Be careful. Ja, de Chineler kan niet. Als ja. Ik val, ik neem jou mee. Tannieke is van mijn hoesje. Dat staat je echt prachtig. Nee, maar ik ben op. Stel hem eens op mijn hoofd. Moet je kijken. Dan zie je gelijk dat hij jou heel mooi staat. Ik heb een veel te groot hoofd. Je hebt hier nu ruimte over. Nou, ik heb echt zin in een ijskoffie. Ja, ik ook een ijskoffie. Ik heb nog nooit zoveel gelachen in een heel levensjaar dan op deze vakantie. Het grap is dit een koffiebin, ja? Ja. Oh, zijn dat koffiebonen? Ja, we know the story. We already tasted it. Cappuccino. We tried it 2 days ago. We hebben dus poep koffie op. Dit is helemaal geweldig. Cacao. Like this. That's the poep. Ja, yeah, and then this is regular. The mango is very good for anti-cancer. And now in here we prepare making tea like a herbal coffee. Cinnamon. Yeah. This we have the and then we ponding. En dat is Balinese. Ja, regular coffee. Nou, hij legt je even uit hoe ze koffie maken. Volgens mij gaan we nu precies hetzelfde doen als dat we eergisteren deden. Ik denk het wel. Maar dat vinden wij niet erg, want we hebben heel veel trek in koffie. Ja, we hebben echt zin in koffie. Eergisteren hebben wij dus ook koffie geproefd. Alle koffiesoorten die ze hier maken. Maar we waren echt helemaal flabbergasted over die smaken. Want sommige waren echt zo onwijs lekker, waarvan we het juist niet hadden verwacht. Maar je hebt hier dus een tuin waar al die dingen groeien. De vanille, de gember, ginseng en dus ook de koffie zelf. Daar komt de koffie. So we can prepare
This is the complimentary. From this one, the normal hoppy, regular. Hot chocolate, like a cacao. Ginseng, lemongrass. This is the coconut. Okay. The black and coffee. What do you drink the most? This one? Ginseng. Every day? Ginseng coffee. Good for energy. We krijgen nu niet de cappuccino, de kattenpoep koffie. Want die hebben wij dus al geprobeerd. Maar het blijkt helemaal bekend te zijn hier in Bali. En wij vonden het lekker. This is like cassava, sweet potato. Wat kijk jij, Fies? En ze hebben speciaal voor ons, omdat we deze zo lekker vonden, de avocado koffie erbij gezet. Het ruikt ook weer lekker. Zeg het nog één keer. Avocado, sorry. Wil je lekker een advocaatje? Ja, die chips zijn echt fucking lekker. Ik proef zo puur. We beginnen met de Bali koffie. Ja, yeah, real coffee. Dit is puur. I can drink this without milk. Dit helpt ook met hoofdpijn, staat hier. Make your daily habit healthy with 3 cups a day, lower hypertension and headache. Dat is een goeie. Dit is de Ginseng koffie. Ja, Ginseng. And that's your favorite. Yeah. Oh ja, dat snap ik wel. Maar hier zit dus wel een beetje suiker aan toegevoegd, hè? Dit helpt ook met je energie. Zo anders. Ik vind normale koffie nu gelijk zo gaar. There's a whole experience. Yeah. Ja, ik vind lemongrass vind ik heel lekker. Ja, yeah. To help you lose weight. Lemongrass en goed voor je darmen. Jij poept niet. De lemongrass. Ja, zeg. Poep jij wel? Elke dag. Elke dag. En honey, hè? Coconut is a coffee mixed with coconut sugar and tastes a bit like Bailey's. Is coconut sugar is also believed as an anti-diabetic drug. Dit is wel echt heel lekker. Ik vind alles lekker. We zijn nu aangekomen in een dorpje. The old village in Bali. The oldest village in Bali. Elk huis heeft dus zijn eigen tempel. De voortuin. Dit is de bamboe forest. Dus goed is, gaan we alleen maar bamboe zien. Mensen wilden net met ons op de foto. Ik leek echt een Barbie met mijn bril. Ja, ze zien hier niet zo vaak Nederlandse mensen. Nee, jij zei het al. Ik begreep het ook echt niet. Ik vond het echt heel raar. Jij dacht dat hun een foto wilden. Ja, ik dacht nou kom maar hier met je camera. Dus dan ben ik aan te kijken van no, I want to have a picture with you. Dit is echt typische Balinese chippies. Dus ik denk dat we gewoon jullie zak nu gaan leegvreten. In de hoop dat we later nog eigenlijk wel eten krijgen. Nou, we zijn nu aangekomen bij de Goa Raja Waterfall. Nou, jongens, het stinkfruit groeit hier gewoon aan de boom. Maar echt overal waar wij zijn, zijn mensen dat aan het eten. En het stinkt. En wij hebben het dus ook geprobeerd. Ik zal even aan jullie laten zien hoe dat ging. Meer ruiken. It's not tasty, right? Meer ruiken. Ja, jij gaat eerst. Allebei. 3, 2, 1. I like it. En ik vond het zo goor. Ik probeerde het echt lekker te vinden, maar het lukte me gewoon niet. En iedereen eet het hier. Iedereen houdt ervan. Vlinder. We zijn al 6 uur onderweg en we hebben zo trek. Kijk, we hebben gewoon echt eten nodig om te überhaupt kunnen functioneren. Jij ook. Dit is trouwens even het moment om wat lekkers te pakken voor jezelf. En ik kan zelfs een ijskoffie hier nemen in cappuccino. Ik heb een ijscappuccino en een pizza margarita. Ik snap wat jullie nu denken. Jullie eten zo weinig Balinese eten. Ja, we zijn een beetje bang voor omdat eigenlijk bijna iedereen die ik ken die hier naartoe gaat, hoor gewoon altijd dat één van die mensen of twee Bali Belly hebben. Maar er zijn dus wel restaurants die Balinese eten serveren. Ja, het eten op Bali, wat zeg maar ook niet Balinese is, is wel gewoon echt 10 keer zo lekker als in Nederland. Ja. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme
We zitten echt in een super mooi restaurant. Maar ik wist dus niet dat ik bij de ingang mijn schoenen uit moest doen. Dus mensen stonden daar in de rij. Want het is zo'n halve deur. Ja, dat is cool. Ja, het is een super gaaf deur. Ik zag jou hier binnen lopen. Ja, maar mensen en je stonden in de rij. Gehouden. Want ik dacht van, nou die mensen die hebben niet moeten wachten op een tafel of zo. En ik wist dat zij er al zaten. Dus ik dacht, ik ga gewoon via de andere kant. En toen werd ik even hier tegengehouden van mevrouw dat ze even hun slippers uit. Dus, zo zitten we erbij. En ik heb een green juice besteld. Lekker met gember. Het is niet goor, maar nee, jij vindt het weer niet lekker, want het is te puur. Ik heb gewoon water met bubbels. Thank you. Thank you. Danique heeft een Caesar salad met water. We delen nachos. En ik heb lekker een tempeh wrap. Yo, Becky zit er weer onder. Oké, next. Zo ging ik er dus in, via die kant. Super schattige deur. Ja, is echt leuk. The next day. Volgens mij komt hij. Is voorgerecht, toch? Nou, ik had dan liever fluffy pancakes weer gedaan. Ja, dat was echt 10 keer zoveel. Het is sla met een uieringetje en wat tomaat. Dus de avocado. Hier dus een viertje lopen. Extra eten. Is binnengekomen. We hebben een ijskoffie. We hebben cinnamons besteld. Zo, gelijk hotseflats. Oh, deze bikini is trouwens van de Hunkmuller. Hij is zo schattig. Ik heb een ijscappuccino met havermelk en een heel klein beetje siroop. Guys, als jullie op vakantie gaan, ik wil echt dat je optimaal gaat genieten. Neem waar je lichaam naar om vraagt. Eet niet te weinig, want je lichaam heeft het nodig. Geniet. Neem het van. Enjoy the moment. Luister naar je lichaam. Wees lief voor jezelf. En geniet. That's it. That's all you need to do. Much later. Nou, dit is onze nieuwe bestemming. Het is echt in the middle of nowhere. We hebben geen water, geen eten. Dus ik hoop dat ze hier wat hebben. Oh, wat cute! Heel mooi. Perfect. Wow, kijk boven jou. Dit bed hangt hier met dit uitzicht. Dit is toch niet normaal? En hier hebben we dus de badkamer. Kijk dit dan. We hebben zelfs luxe eigen slipjes. Hier around the corner is de toilet. Hier heb je een spiegel. Maar check dit. Kijk hoe vet. Dit is zo cool. Ik ben helemaal flabbergasted. Kun je gaan lekker ontbijten, ook met een view? Ik hou hier echt van. Ah. Kijk nou, lekker zacht. En dan heb je hier weer een deur. En dit heb je hier dus blijkbaar zeker nodig voor de muggen, anders worden we helemaal lek gestoken hier. Want we zitten natuurlijk tussen de reisvelden. Ik ben nog niet klaar, want we hebben nog een deur. Dit is toch geweldig met dit uitzicht. Zo'n weekje eerder waren geweest. Wil je? We waren al die reisvelden vol geweest, hè? Dat wel. Ja. Het is net geoogst allemaal. Dus het is nu een beetje bruin. Maar als je in Bali zit, als je hier naartoe gaat, dit wil je. Dit is best wel eng. Maar dat is ook leuk hoor. Het is echt leven. Jongens, dit is toch helemaal geweldig. Ik lig gewoon met mijn kop in de reisvelden. Kijk hoe jij ligt. Influencer in the wild. Ja, ik moet toch wat, hè? Lekker in de zon. Ik wil ook gewoon hier gaan zonnen. Ik heb 3 uur geleden mijn haar gewassen en het is nog steeds niet droog. Het is dramatisch. Ik hoor van heel veel mensen op Insta dat het anders is. Het enige wat ik hier hoor is een gekko. Die lekker in ons bed zit te chillen nu, volgens mij. Tempeh, rijst, chicken curry. Jongens, tempeh is echt een super goede vervanging voor vlees. Het bevat superveel eiwitten, eet het thuis ook heel vaak. Het is goedkoper dan vlees.
nog wel. Alles wordt duurder. Maar dit is echt heel lekker. Je kan het zelf marineren. Ik koop hem dus altijd helemaal rauw, dus zonder iets aan toegevoegd. En dan marineer ik het zelf. Dit is echt heel lekker. Mijn Indische schoonmoeder, die frituurt ze ook wel eens. Dus ook heel lekker. Few moments later. Daar liggen we dan. Er zit een gekko in deze kamer. En dan heb ik het nu over deze. Jezus. We zitten in een tent, dus hij zit daar boven toch? In het torentje van dit hutje. Je zag hem toch? Je zag hem? Ja, maar toen keek ik naar jou, want ik schrok. En toen schrok je weer, want was hij weg. Dus ik dacht of hij is gevallen of hij heeft zich verstopt. Maar om heel eerlijk te zijn, we hebben eigenlijk een hele maaltijd overgeslagen vandaag. Vandaar dat we eigenlijk nu deze avond best wel veel hebben gegeten. Nu hebben we die cinnamonrol op. Ontbijt, ik ben wel blij dat we die erbij hebben besteld. Ik ook, want we waren heel tijd onderweg. Maar onderweg toen we hier naartoe reden, toen dachten we al van oké, we moeten sowieso even naar de supermarkt om überhaupt water te halen. Want daarmee poetsen we ook onze tanden. En om even wat knagen te halen. Uiteindelijk, toen waren we er al ineens. En toen dachten we, shit, we hebben onderweg helemaal niks meer gezien. Alleen maar van die lokale tentjes. Dat is ook hier best wel ver vandaan. Ja, we hadden niks. En toen zijn we foto's gemaakt. Toen ging de tijd best wel snel. Mm-hmm. En toen hebben we best wel veel avond gegeten. Dus we hebben veel gegeten. Dat is goed. Ja, dit soort dagen heb ik ook wel eens. Ja. Het komt weinig voor, maar het komt voor. Morgen gaan we weer goed eten. Ja, let's try to get some sleep. Bye bye. Good night. Echt een pokkerie. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb heel slecht geslapen. Help. Help, hij is groot. Kun je weghalen. Oh, hij loopt naar beneden, ze achteruit. Waar wil hij naartoe dan? Hij kan ergens naartoe. Ik wil mijn make-up daar doen. Pak dan anders gewoon sneeuw spullen en doe het ergens anders. Oh, wat doe je? So big. Thank you so much. We hebben een pancake met fruit erin. En daarnaast hebben we ook nog extra fruit. Zo leuk, de banaan hier. Het heeft gewoon echt pitjes aan de binnenkant. Hier zijn de bananen zo puur dat ze gewoon echt anders proeft. Heel de structuur. En toen lag ik ineens in een hangmat in een nieuw appartement op de Kili-eilanden. Dit gekraak klinkt trouwens overigens heel naar. Maar hier zitten we lekker voor de aankomende 4 dagen. We hebben 3 nachten geboekt. Ik laat jullie even heel snel zien hoe het eruit ziet. Dit is dus ons nieuwe uitzicht met een leuk trapje naar beneden. En dit is dus onze nieuwe hotelkamer. En dan is dit de badkamer. Nou, dit is echt weer niet te vergelijken met de slaapkamer, want dit is echt... heel nice. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want een groot deel van mijn kijkers is nog steeds geen abonnee. Echt het grootste deel gewoon. Dus druk op die abonneeknop. Zodat je nooit een volgende tip mist. Of een andere leuke challenge. En dan zie ik je weer de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei.